komt er een bloedbad bij het Limburgs provinciepersoneel. Het Vlaams regeerakkoord voorziet in een forse afslanking van de provincies. Daardoor staan er in Limburg mogelijk 536 jobs van provinciemedewerkers op de tocht. Het Vlaams regeerakkoord voorziet in een forse afslanking van de provincies. Daardoor zijn meer dan 500 jobs bij het Limburgs provinciepersoneel bedreigd. Voor de vijf Vlaamse provincies samen gaat het om ruim 1700 jobs. Sommige werknemers kunnen later misschien in een ander statuut aan de slag bij een gemeente of in Vlaanderen. Anderen vallen mogelijk uit de boot. Er is vooral ongerustheid over de laaggeschoolden. De provincies zijn bereid om tot het uiterste te gaan voor hun personeel. Dat hebben ze gezegd op een crisisberaad van gedeputeerden van de vijf provincies. Tijdens die vergadering is beslist om desnoods de Vlaamse regering voor de rechtbank te dagen als er geen oplossing komt voor het personeel.